Zeer binnenkort is er duidelijkheid over wie de knip wil gaan trekken voor woningbouw op het terrein van de oude V&D in Hengelo en het terrein daar net achter. Dan wordt ook duidelijk hoe dat plaatje er precies uit gaat zien. Bij ons aan tafel Arno Kattenpoel Oude Herink. Hij is directeur bij Nijhuisbouw, het bedrijf dat, nou, dat pand nu eigenaar van is, die ook daar iets nieuws wil gaan brengen. En ook Harry Rupert als lid van Centrum Management Hengelo en dan voornamelijk het vastgoedgedeelte. Welkom allebei. Arno, 2 weken geleden vertelde je dat er bijna nieuws aan zat te komen over wat er precies gaat gebeuren daar, steen we op afstand van deze biep. Weet je al meer? Nee. Nee, helaas nog niet. Nee, het is, we zijn wel heel druk bezig. En zoals ik toen ook al zei, we zijn met de gemeente in overleg om te kijken wat de beste oplossing is, zowel op de plek als in het omliggende gebied. En dat is helaas vandaag nog niet besloten. Dus, durf je te zeggen wanneer dat komt of niet? Zit dat er echt heel bij aan? Het zit er echt heel erg aan te komen. Uiteindelijk ga ik niet over de besluitvorming binnen het gemeentehuis. Dus ik ga er ook niet op vooruitlopen, hoe graag jullie dat ook willen. Maar dat gaat echt geen maanden meer duren, eerder weken. Dus wij willen ook heel graag verder. En nogmaals, het pand staat leeg. We gebruiken het zo goed als mogelijk. Ja. Maar uiteindelijk, leegstand kost voor ons ook heel veel geld. En dat willen wij ook niet. Wij willen ook het liefst druk aan de slag met een nieuwe invulling. Iets nieuws, ja. Maar je bent dus ook deels afhankelijk van gemeente. Uiteraard hebben wij daarin de gemeentelijke medewerking nodig, ja. En we, wat je net ook al zei, we kijken niet alleen naar de V&D zelf, maar ook naar het omliggende gebied. Dus we beschouwen dat wel als één gebiedsontwikkeling. Mm-hmm. En dus we gaan het liefst voor een totaaloplossing waarbij V&D als eerste aangepakt wordt. Benieuwd hoe dat eruit ziet, zo'n proces ook, komen we vast over te spreken. Eerst heel even, vorig jaar, 1,5 jaar geleden, toen lag er een plan, we hebben een foto van. Dit was toen het idee. Ja. Vertel even, wat zien we hier? En waarom is dat uiteindelijk niet gelukt? Twee vragen in één. Eerste vraag, wat zien we hier? We zien hier een plint waarbij nog een klein beetje commercieel vastgoed onderin zit. Je moet je denken aan een stukje horeca of iets van een winkel. En daarboven hadden we toen om en nabij 90 appartementen getekend. Vanuit het ambitiedocument wat de gemeente heeft naar een compactere binnenstad wilden ze het liefst op een aantal plekken, waaronder deze, in plaats van heel veel winkels, meer naar wonen. Dus die transformatie hebben we hier getekend. Uiteindelijk is het er nooit gekomen. Omdat wij hadden dit ontworpen en gemaakt voor een belegger. Die stonden toen, op dat moment, en dan praat ik over ruim een jaar geleden, in de rij om dit soort plannen af te nemen. Mm-hmm. En dan had je een mix van betaalbare en iets duurdere huur. Nou, de gereguleerde huur noemen we dat nu in de volksmond, tot zeg maar ongeveer €1100. En toen steeg vorig jaar de rente, best wel hard ineens. En toen kwam de politiek vanuit Den Haag met nieuwe regelgeving. En dat ook nog gecombineerd met behoorlijk stijgende bouwkosten. Heb gewoon alle beleggers zo'n beetje op stop gezet. Dus we hadden hier ongeveer 30 beleggers die in aanmerking wilden komen. En uiteindelijk is er geen één die uiteindelijk de finish heeft gehaald met een concreet voorstel. Dus die hebben zich allemaal teruggetrokken. En dat was in het najaar vorig jaar. Ja. Ja, toen stonden we eigenlijk met lege handen. Maar goed, en dan? Want dat is al een bepaald segment waar je voor zou willen bouwen. Ja. Betekent dat dan automatisch dat je gaat kijken naar andere segmenten? Ja, wat je dan eerst gaat doen is weer achter de oren krabben van wat overkomt ons. En ten tweede, kunnen we hierop wachten? Nou, gezien de politiek, we hebben heden ten dagen nog steeds geen nieuw kabinet. Dus dat duurt nog wel even. Toen hebben we gezegd van oké, wat is dan een volgende goede oplossing? En we werken hier in Hengelo heel veel samen met de lokale corporatie, wel bij ons. We hebben ook hun om hulp gevraagd en gezegd van goh, kunnen jullie met ons meedenken om een deel van de opgave mee op te lossen? Dat ligt voor, dus dat is een onderdeel van de oplossing. En tegelijkertijd hebben we gezegd van oké, dan kunnen we misschien naar een wat kleiner gebouw, dus niet 90, maar een kleiner aandeel, waardoor het misschien voor beleggers of dan wel in de koop behapbaarder is, maar dan wel betaalbare koop. Ja, ja. Dus we zijn op die manier nu de plannen hebben aangepast. En in combinatie met het totaal ligt dat nu voor. We hadden het er net even over. Dit is een gevolg van politieke beslissingen, deels. Onder andere, ja. Onder andere. Ja, ja.
Die wel ergens een bedoeling heeft, toch? Het feit dat bijvoorbeeld uiteindelijk die regels zijn veranderd op voor die middensegment waar jullie voor wilden bouwen. Ja, het is zeg maar net voor de mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. En daarboven zeg maar even tussen de 800 en de 1100 euro. Dat is best een hele grote groep in Nederland. Ja. En wat uiteindelijk de intentie is van die nieuwe regelgeving, om hun wat beter te beschermen. Daar waar eerder vrij de huur mocht worden verhoogd, wilden ze dat aan banden leggen. Nou, er zit een puntentelling onder. Alleen door combinatie met de hogere rente en die puntentelling en stijgende kosten, hebben de beleggers daar op dat onderdeel geen rendement meer wat ze eigenlijk nodig hebben. Mm-hmm. Want het zijn veelal pensioenfondsen die daarachter zitten met een bepaald rendementseis. En daar kunnen ze nu niet meer aan voldoen. Dus dat valt dan voor een heel groot deel stil, ja. Landelijk gezien. Maar goed, dat betekent dus dat deze groep mensen die gebruik zou maken eigenlijk van die woningen waar jullie eerder voor wilden bouwen, ja. De leraren in ons land, ja. Bijvoorbeeld, ja. Dat daarvoor nu minder gebouwd wordt? Heel veel minder zelfs, heel veel minder. Eigenlijk dat hele segment is tot op de dag van vandaag zo goed als stilgevallen. Mm-hmm. Corporaties pakken daarin nu al wel weer een rol. Dus ook wel bij ons in Hengelo zien wij op dat gebied alweer opschuiven, noem ik dat. Door in dat middensegment, die middenhuur, dan wel weer wat aan te bieden. Ja. Maar in de rest van Nederland zien we dat dit segment behoorlijk tot stilstand is gekomen, helaas. Ja. Maar goed, even onder de streep, dus het plan dat er nu ligt, is om een deel sociale huurwoningen te laten verrijzen daar. Ja. En een deel wat daar net boven zit. Ja, ja, dan wel in de middenhuur. Dus eigenlijk wat we eerder geprobeerd hadden, alleen dan iets kleinschaliger. Ja. Dus dat het ook voor meerdere beleggers interessant kan worden. Of in de koop. Ja. Harry Rupert van Centrum Management. Eerder overigens directeur van Welbions. Dus aardig goed zit er aardig goed in, zeg maar. Wat dat betreft qua kennis. Wat heeft eigenlijk een Centrum Management Hengelo met zo'n project te maken? Nou, het Centrum Management Hengelo houdt zich in algemene zin bezig met de belangen van ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad. Ontwikkeling van de binnenstad is daarbij erg belangrijk. En als je kijkt naar de functies zoals die op dit moment binnen de binnenstad in een visie zijn vastgelegd, dan is het van belang dat het centrumgebied, het winkelgebied, kernachtig wordt. Dus als het ware wat indikt. En dat de andere functies komen in de binnenstad om de gaten te vullen. En een van de belangrijkste functies is de functie wonen. Ja. Functie wonen is interessant. A, omdat er een tekort is aan woningen. B, omdat het reuring in de binnenstad geeft. En C, dus omdat het plekken opvult die anders leeg staan. Mm-hmm. En daar houden wij ons met name mee bezig. Ja. Maar zeg je dan gewoon, is het dan puur van, nou ja, dit pand moet sowieso een wonen iets inkomen? Of bemoei je je ook nog feitelijk met hoe dan, of het een middensegment is, of ook een sociale huursegment, of wat dan ook? Nee, daar gaan we niet over. We hebben wel heel veel overleg met de gemeente die daar een regisserende rol in heeft. Maar ik ga er niet over wat Arno Kattenpoel met zijn organisaties doet. Mm-hmm. Alleen wij proberen wel zoveel mogelijk in contact met de vastgoedeigenaren. En wij hebben ook best wel veel contact met elkaar. Maar ik heb ook heel veel contact met andere vastgoedeigenaren. Proberen wij die invulling op een goede manier te realiseren. En daar waar de schoen wringt of daar waar je op de een of andere manier nog kunt helpen. Probeer je een soort masserende rol te spelen. Maar Stichting Centrum Management is niet de gemeente. En Stichting Centrum Management is ook niet de ondernemer. Nee. Maar we zitten er tussenin, ja. En we proberen overleg partijen goed, bij elkaar goed te brengen. Af en toe is wat facilitair te organiseren. We hebben bijvoorbeeld een klankbordgroep bestaande uit vastgoedeigenaren. Mm-hmm. Als er knelpunten zijn, dan proberen we die knelpunten op te pakken. Een klein voorbeeldje. De afgelopen vergadering was er een soort algemene klacht over het grondwater in de binnenstad en kelders die onderliepen. Nou ja, dat proberen we dan bespreekbaar te maken met de gemeente. Kijken of daar op de een of andere manier wat aan te doen, ja. Aan te doen is. Dus ik zou zeggen, wij masseren.
Arno, jullie zeiden eerder van het zit echt in ons DNA om in bouwprojecten te praten met de overheid, met marktpartijen, maar ook met sociale woningcorporaties, zoals wel bij ons bijvoorbeeld. Waarom eigenlijk? Omdat dat voor ons als bedrijf een levensader is. En dat klinkt heel hoog over. Alleen bedrijven als ons, die ook vergelijkbaar zijn, ontwikkelende bouwers. En wij zijn een woningbouwer. En wij zijn zowel vanuit de nieuwbouw, maar ook vanuit de bestaande markt afhankelijk. Mede afhankelijk van de corporaties. En die afhankelijkheid maakt dat je heel goed weet wat er speelt bij corporaties. En dat je heel veel met hun samenwerkt. Hier in Hengelo ook met Welbions. Honderden woningen hebben we inmiddels verduurzaamd. En dat doen wij niet alleen als Nijhuis, dat doen we met heel veel partners. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk continu door. Dus daar ben je heel veel met elkaar in gesprek. Dus je weet ook wat de opgave is. Ondanks dan is de prestatieafspraak met de gemeente is weer vastgesteld. Ja. En daarin lezen wij dus ook, en dat horen wij ook van Welbions, wat hun opgave is. En dan proberen wij altijd in de denkstand te komen. Hoe kunnen wij nu win-win-win situatie maken waarbij het voor de corporatie aan die opgave wordt voldaan. De gemeentelijke ambities worden opgepakt en waar wij dan vanuit onze expertise onze rol kunnen pakken. Zowel in de bestaande markt, maar ook in de nieuwbouw. Ja, ja, ja. Maar is dat puur een financieel ding voor jullie of zit daar nog iets maatschappelijks ook onder? Beide. Tuurlijk financieel. Ik bedoel, we zijn een bedrijf en bij ons moeten schoorsteen roken. Dus continuïteit is daarin voor ons heel belangrijk. Maar tegelijkertijd zien wij onszelf als een partner van de stad. En dat doen we binnen grote steden in Overijssel. En dan pakken wij die rol vanuit de opgaves die er liggen. Ja, ja. Dus je hebt de woonvisie aan de ene kant en aan de andere kant de prestatieafspraken die de corporaties maken. Ja, toch lag in dat eerste plan, wat we net even zagen, was wel bij ons nog niet partij. Klopt. Is dat dan, hoe komt dat dan? Omdat ze op dat moment zeiden dat ze nog niet betrokken wilden worden. Nee, wacht, dus, mag ik daar iets over zeggen? Ja? Ik denk dat, dat de corporaties in zijn algemeenheid te weinig investeringsruimte hadden vanwege hoge heffingen en ook vanwege regels dat ze zich alleen maar tot hun eigen doelgroep zouden moeten richten. En is de heffing minder geworden, ja, waardoor er meer investeringscapaciteit is. En B, de druk van de regels is wat minder groot, waardoor corporaties in zijn algemeenheid wat makkelijker in dit soort projecten kunnen insteken. En er is nog een andere factor, dat is ook hier nog niet aan de orde geweest. Dat is dat er op dit moment voor dit soort projecten ook wel aardige investeringssubsidies zijn. En Hengelo wel aardig wat extra subsidie heeft binnengehaald om extra impulsen te geven aan dit soort projecten. Lange Wemen en met name de horecawand is daar ook een voorbeeld van. Ja. Zo zijn er dus meer initiatieven in Hengelo die extra impulsen in financiële zin hebben gekregen en doordat de corporaties wat meer investeringsruimte hebben. Is dat dan ook de reden, want dat vroeg ik, ik probeerde mijn hoofd erover te breken hoe het kan dat aan de ene kant dus een project wordt afgelast omdat er beleggers zijn die zeggen voor ons is het nu niet meer aantrekkelijk en dat aan de andere kant wel bij ons een sociale woningbouwer waarvan ik in mijn hoofd dan denk, die krijgen niet veel geld binnen, want sociale huur, dat die dan wel instappen in zo'n project. Hoe kan dat? Wat Harry net zegt, dat is inderdaad de afweging die toen door de corporatie is gemaakt. We hadden hun al eerder in het traject al een keer eerder benaderd, maar ze zijn op veel vlakken betrokken in Hengelo. Dus ze konden niet overal die toezegging waarmaken. Op dat moment was voor ons de beleggersmarkt de meest uitgelezen kans om daar op in te gaan. Mm-hmm. Wat we nu hebben is ook het geluk inderdaad dat er vanuit Den Haag best wel veel middelen beschikbaar worden gesteld. En daarom ook de kans die we nu hebben om samen met de gemeente ook vanuit het grote gebied te kijken hoe we deze oplossing kunnen. En een van de oplossingen die daarbij gevonden is ook door samen met de corporatie ook het sociale en maatschappelijke opgave hierin op te pakken. En dat is een van de oplossingen die erin zit. Ja. En dat in combinatie met een samenwerking met de gemeente. Harry, heel even naar jouw eigen rol, hè, als vastgoedman binnen de Stichting Centrum Management Hengelo. Je was dus heel lang directeur van Welbions. Was dit een soort van logische stap? Hoe is dat op je pad gekomen? Ik ben gevraagd. Ja? Ja, maar ik vond het ook inderdaad een logische stap. Ik ben Hengelo. Ik heb ook best wel jaren allerlei dingen zien gebeuren in de Hengeloze binnenstad. Waarvan ik dacht, dat is niet goed. Hè? Dus dan probeer je als corporatie ook wel je steentje bij te dragen. Hè? In de tijd hebben wij wat pilots gehad aan de Marskant en een Nieuwstraat. En
toen waren al wat aanzetten om in de binnenstad meer te investeren. Wel bij ons zag in de tijd de binnenstad echt als aandachtsgebied. En toen ik werd gevraagd om die kar van de vastgoedportefeuille te trekken, lag dat ook wel voor de hand om daar ja tegen te zeggen. Mm-hmm. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Ja. Met mijn kennis, om dat toch maar even zo te zeggen, en mijn enthousiasme, denk ik dat ik een aardige rol kan spelen. En ik vind ook wel dat we stappen gezet hebben de afgelopen jaren. Ik heb begrepen dat toen je die functie aannam, dat je zei, ik wil het wel doen op de voorwaarde dat ik minstens 1 keer per uur moet lachen. Ja, ik weet niet of we daar hierin slagen vanavond. Maar ik heb 2 voorwaarden gesteld. De eerste voorwaarde was van, ik wil niet in een ruzieclub. Ik wil gewoon in een club, in een bestuur, waar we met elkaar stevig werken. Maar ik wil geen ik wil gewoon niet in een ruzieclub. Mm-hmm. En ik wil 1 keer per uur een keer lachen. Ja. Nou ja, dat lukt redelijk. Ja, af en toe word ik er nog aan herinnerd. Ja, ja. Ja, ja. Ja, veel mensen zouden zeggen, ja, het gaat over stenen, maar het gaat natuurlijk gaat het ook over stenen, maar enthousiasme, goede manier, echt goede samenwerking, mm-hmm, is erg belangrijk. En ja, het is natuurlijk enorm uitdagend om in zo'n binnenstad, dat is een dynamiek, Met verschillende partijen, met ook verschillende belangen per partij. Hè? Je hebt de marktkooplui, je hebt de kermisexploitanten, je hebt de horeca, je hebt de binnenstadsondernemers, je hebt de vastgoedeigenaren. Nou, ze hebben allemaal 1 belang, een goede binnenstad, maar afzonderlijk hebben ze ook heel veel privébelangen. Ja. Nou, en dat moet je bij elkaar brengen en dat moet zonder ruzie maken, want anders slaag je niet. Ja, ben je dan soms ook een soort relatiebeheerder? Wat ik net zei, af en toe een beetje masseren. Ja. Dat is wel nodig en dat past mij ook wel. Dat vind ik ook leuk. Hoe gaat het met de Hengeloze binnenstad, wat jou betreft? Nou, kijk rond. Kijk wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat een paar jaar geleden, ik heb dat wel eens als zo gezegd, van de gemiddelde Hengelo beoordeelt de kwaliteit van de stad op basis van zijn standpunt over de kwaliteit van het Marktplein. En die emotie is veel minder. Ja. Je proeft nu dat mensen gewoon positief praten over Marktplein de stad. Dus. Marktplein goed, maar ook heel veel andere ontwikkelingen. Hè. De inrichting van heel veel straten die fors verbeterd is. Allerlei plannen die vol ambitie nu in de stijger staan. Hè. Ik noemde net al de horecaplein. Maar het is het Bataafse Kamp, het is de Lambertse Kerk, het is het Wetplein, Marktplein. Het project van jullie bij het V&D-gebouw. Mm-hmm. Wat ook een heel mooi project is, omdat dat achtergebied er ook bij betrokken wordt. Nou, dat is heel erg belangrijk voor de binnenstad. Ontwikkeling van de Maaskant is positief. Er zijn gewoon heel veel positieve bewegingen. Ja, en het enige waar je nog voor moet waken, dat is dat mensen ook accepteren dat het voordat het goed wordt of voordat het beter wordt, dat het eerst even slechter moet zijn. Kijk, het ongemak straks van de bouwactiviteiten bij het horecaplein, dat zal even vervelend zijn. Als jullie volop aan de slag gaan precies. En jullie gaan er kranen neerzetten en allerlei bouwverkeer krijgen, dan is het even minder. Dat moeten we accepteren. Ja, ja. Maar het wordt beter. Ja. En dat is ook echt iets, een visie van jullie toch, Arno, dat je zegt van, ja, dat vond ik ook wel interessant, winkelen in Hengelo. Ja, misschien hebben we het een soort van beetje toch verloren. Enschede is de winkelstad van het oosten, wordt dan vaak gezegd. Maar dan laten wij dan de beste woonstad in en rond het centrum worden. Ja, dat klopt. Net als Harry kom ik zelf ook uit Hengelo, dus ik kan daar denk ik wel iets over zeggen. Uiteindelijk, vroeger ging je in Hengelo de stad in. Ik denk dat nu heel veel mensen die ik ook ken, als je een dagje gaat winkelen, ook naar Enschede heen gaan. Ik zeg ook, want Hengelo is zeker ook nog wel in trek. En het wordt steeds mooier, dus ik sluit me heel erg bij Harry's woorden aan. Is ook een wisselwerking, neem ik aan. Ja, en dat zie je dus ook op de panden terugslaan en ook in de ontwikkelingen. Maar inderdaad, je merkt ook bestuurlijk, we zijn ons aan het zetten. Het bestuur gaat hartstikke goed met elkaar door 1 deur. En die afstemming tussen de grote steden, die is echt hartstikke goed op dit moment. Dus daar zijn wij als bedrijf ook heel blij mee. En aanhakend op wat Harry net zei, ik sluit graag aan inderdaad in die planning en fasering die de gemeente ook voorstaat, in al die aanloopstraatjes, met die achterliggende wijkjes rondom de binnenstad. En daar willen wij ook heel graag ons steentje in bijdragen. Want ik zeg ook wij, we doen dat project V&D en op een gegeven moment ook samen met lokale partner Dura Vermeerbouw Hengelo. Dus we zijn daar niet alleen in. We zijn 2 partijen, marktpartijen, die ook betrokken zijn bij Hengelo. En wij weten ook wel dat het moment nu is
om daarmee door te gaan. Want als het nu stil komt te liggen, wie weet wat er dan gebeurt. Ja. Dus wij slaan daarin ook elke keer weer die handen ineen. En ook wij als marktpartijen, durf ik wel te zeggen, die dragen ons steentje daarin bij om te zorgen dat het lukt. En ik hoop dat we daar op hele korte termijn meer van gaan meer van, kunnen gaan vertellen. Want ik nogmaals, kijk, het gebouw staat leeg en het wordt nu goed gebruikt, maar dat is maar een klein stukje van het hele gebouw. En ook wij hebben daar niets aan een leeg gebouw. De tijd vliegt, maar ik toch nog heel even naar het gebied achter de V&D. Dat was niet onbelangrijk. Het is best een groot gebied nog, hè, tussen Marskant, Beekstraat. Brugstraat. De Brugstraat. Ja. Dat hele gebied, zeggen jullie van, daar willen wij wel iets mee als het even kan. Nou ja, ik moet niet alleen naar ons kijken. Zeg ik daar direct met een grote glimlach bij. Uiteindelijk komt dat uit die visie, compacte binnenstad. En daarin staat eigenlijk de grote schets van hoe zou de toekomstige binnenstad eruit moeten zien. En dat betekent dat je van sommige onderdelen wat minder moet doen en op andere plekken wat anders toevoegen. En met name wonen, Harry zei het net al heel goed, dat geeft ook reuring, een andere dynamiek in de straat. En wij willen daar met onze kennis en ervaring een goede invulling voor geven. Maar nogmaals, dat doe ik samen met de gemeente, samen met de coöperatie. Maar concreet gezegd, wat gaat daar dan gebeuren als we dat nog heel even plat proberen te slaan? Nou, als je dat heel plat slaat, dan zal dat hetzelfde gebeuren als wat er op de V&D-locatie gebeurt. En dat is een grotere hoeveelheid woningen, gemixt met op de plekjes daar waar het kan, zeg maar toch iets van ondernemers. Ja. Ik zeg altijd gekscherend, het moet een beetje de sfeer van de Drine Straat hebben, maar dan op een andere plek met een andere dynamiek. Maar wel dat wonen en werken op een goede manier verweven is. Blij mee, Harry? Ja, ik vind het een prima initiatief. Ik vind dat Hengelo ook blij moet zijn met partners die het V&D-gebouw in het achtergebied ontwikkelen. Maar ook marktpartijen die op andere plekken hun nek uitsteken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. En die partijen moeten er ook bij blijven. Kijk, in zijn algemeenheid heb je meer aan dit soort partijen dan aan stunters. Stunters die gaan voor hele snelle winst of voor gewoon een slechte invulling, slecht omgaan met vastgoed. Dat is gewoon niet goed voor een duurzame en een gezonde binnenstad. Nou, daar moeten we blij mee zijn. Ja, helder. Dank jullie wel en succes met de plannen. We gaan het horen binnenkort.